Beste kijker, welkom op het webkanaal van Noord-Amerikanen. In een aantal uitzendingen zijn we bezig om na te denken over een boekje dat kardinaal De Kezel geschreven heeft, Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving. En vandaag, meneer de kardinaal, zou ik graag een beetje stilstaan bij dat idee van de betekenis van een seculiere samenleving. Ja, ja, ja. U hebt gezegd, wij zijn losgekomen van een samenleving waar de godsdienst en het christendom vooral in het Westen de grote betekenisgever was aan wat alles wat er leeft in de samenleving. Daar zijn we van losgekomen. Wat schiet er nu over? Een samenleving waar de godsdienst die functie zo zwaar niet meer heeft. En dat wordt een seculiere samenleving, een niet-confessionele samenleving. En op een bepaalde plaats schrijft u in een boekje: een samenleving als zodanig zonder godsdienst is geen zindrager, draagt geen zin aan. Ik kan u dat even uitleggen. Ja, kijk, ik spreek dus van een seculiere cultuur. Ja. En een seculiere cultuur, dat is een cultuur die niet meer een religieuze cultuur is. Dat is het omgekeerde van een religieuze cultuur. Dat is fascinerend, maar eigenlijk zijn de culturen, de grote verscheidenheid aan culturen in de loop van de menselijke geschiedenis, bijna altijd religieuze culturen geweest. Dat we zeggen, godsdienst speelde een bepalende factor in de opbouw van die cultuur. De manier waarop men dacht, waarop men bijvoorbeeld de vraag, wat mag ik doen, wat moet ik nu doen, wat is verboden, ook de politieke ordening, tot de kunst toe. Dat was, we zien dat nog bij ons, hè, in de middeleeuwse, als je de middeleeuwse kunst, dat is voor een groot stuk religieuze kunst. Dat is normaal. Godsdienst was dus niet alleen een van de factoren van de cultuur, maar een bepalende factor. Een seculiere cultuur, en dat is een unicum, he, want die is pas ontstaan met de opkomst van de moderne cultuur, eigenlijk definitief vanaf de 17e, 18e eeuw, maar dat is een lang proces. Dat is een cultuur niet waar die godsdienst verdwenen is, maar waar hij niet meer die centrale plaats inneemt. Dat is op zich niet iets wat ons moet beangstigen. Want natuurlijk, wanneer een bepaalde godsdienst culturele een beetje de ziel is van de ganse cultuur, dan heeft ze ook wel, heeft die godsdienst een machtspositie. Tuurlijk. Dat is, en dat daar verandering is gekomen, dat moet ons helemaal niet beangstigen. Dat is een teken van vooruitgang, waar mensen elkaar respecteren, ook in een ander zijn. Dus een seculiere cultuur is niet een cultuur zonder godsdienst. Maar het is wel op religieus gebied een plurale cultuur. Dat wil zeggen, men respecteert elkaar. Wij kijken nu ten aanzien van een Joodse gelovige echt anders. En men moet dat zien als een vooruitgang. Echt waar. Hè? Dan bijvoorbeeld in de 19e eeuw. Of dan in de 18e eeuw. Dus in die zin is een seculiere cultuur geen cultuur zonder godsdienst. Maar de godsdienst is niet meer de zingevingsinstantie van de ganse cultuur. Maar in een seculiere cultuur hebben we ook bronnen van zingeving die niet godsdienstig zijn. Ja, ja, ja. De inspanningen die een samenleving leeft, opbrengt bijvoorbeeld om arbeid te creëren, om mensen zinvol werk te geven, om kunst te produceren, om onderwijs. Persoonlijk zou ik dat noemen een soort seculiere transcendentie, waar we de waarde van de anderen gaan promoten. Hè. Vinden we daar al vanuit de godsdienst aansluiting bij? Ja, toch. Dus ik heb nooit in mijn boek, zou kunnen denken, in mijn boek zei een seculiere cultuur is een cultuur die, wanneer men niet godsdienstig is, waarin men geen zingevingsinstanties meer vindt. Dat is niet juist. Een seculiere cultuur is een pluralistische cultuur waar plaats is voor gelovigen in een verscheidenheid. Ik leg daar echt de nadruk op. Een seculiere cultuur stelt niet in vraag dat christenen aanwezig zijn in die cultuur. Maar is ook een cultuur waarin mensen, met alle respect die ze verdienen, aanwezig zijn die geen religieuze overtuiging hebben. Die agnostisch zijn, die zeggen op dat punt heb ik, voor mij is alles nog open. Of andere mensen zeggen, ik ben er echt van overtuigd dat religie, dat iets is dat voor mij geen zingevingsinstantie is. Dus wat ik wel in mijn boek zeg, dat is dat de seculiere cultuur zelf
zich niet mag opwerpen als dé zingevingsinstantie. Ja. Ja. Dat ze opnieuw de nieuwsoortige religie wordt van onze cultuur. En dat noem ik in mijn boek het secularisme. Ja. Dat vind ik een achteruitgang. Ja. Dat is niet... De extreme vormen daarvan zijn het Stalinistisch communisme bijvoorbeeld, of het nazisme, dat zich eigenlijk opwerpt als de nieuwe religie van een seculiere cultuur. Maar dat is natuurlijk... dat is ook het einde van een tolerante, pluralistische cultuur. Dat is waar la pensée unique zich opdringt aan iedereen. Ja. Waar de vrijheid uitgeschakeld is. En waar de vrijheid uitgeschakeld is. Dat is een gevaar. Hè? Ja. Een seculiere cultuur loopt het gevaar, een secularistische cultuur. Dat ziet je een beetje in de tendens die er bestaat om godsdienst zoveel mogelijk te privatiseren. Thuis moet je doen wat je wilt, maar dat heeft, dat heeft geen pertinentie op het publieke forum. Ja. Ja, dat is een... Dat is niet alleen erg voor het godsdienst zelf, voor de kerk, want dat, maar het is ook niet goed voor de samenleving. Ja. In uw tweede deel van uw boek reflecteert u daar ook vanuit theologie over. Ja. En hoe, welke elementen uit theologie verwoorden dat? Ja. Ik denk ten eerste de vrijheid. Het geloof is een vrije act. Het is God die zich naar de mens keert, die de mens roept en die hem roept om binnen te treden in verbondenheid met hem. Maar een verbond is maar mogelijk op basis van vrijheid, van een persoonlijk... Ik vind dat altijd mooi, ook in de liturgie, bijvoorbeeld als we de geloofsbelijdenis uitspreken. Er zit iets moois in. Wij zeggen niet wij geloven, ik geloof, credo, in het enkelvoud. Het is de persoon, hè. Ja. Het christendom is niet zozeer... Het gaat hier niet om een individualisme zo, maar om een persoonlijke overtuiging. Een ander element, ik leg daar ook de nadruk op in mijn boek, dat het is een woord dat Paus Franciscus veel gebruikt, het gevaar van de onverschilligheid. En eigenlijk zit dat diep in het Bijbels geloof. God is niet onverschillig. Ik spreek daarover in mijn boek. Het verschil tussen de Bijbelse God en de goden van de antieke cultuur. Goden van de antieke cultuur, en ik zeg dat niet pour le besoin de la cause. Ik zeg dat wel, want dat heeft mij altijd geïnteresseerd, hoe men de antieke religiositeit moest interpreteren. Maar daar voel je wel, en dat zeggen ook de grote kenners daarvan, er is geen relatie tussen de goden en de mens. Ze staan wel op hun offers. Zij moeten geëerbiedigd worden, zij moeten vereerd worden. Dus, maar relaties, dat hebben ze onder elkaar. De mens eigenlijk, wat ik doe, hoe ik leef, of ik gelukkig ben of niet. Of ik of ik slecht leef, of ik mijn naaste eerbiedig, dat is niet hun zaak. En hier in de Bijbelse God is dat van meet af aan. Vandaar het centrale gedachte. Centraal, dat is de bevrijding uit Egypte, is het paradigma van heel het geloven. Het is een God die... Er staat in Exodus, ik heb de ellende van mijn volk gezien, ik heb de jammerklachten gehoord, ik ken zijn lijden, ik daal af. Het is een God die niet onverschillig is. Mm-hmm. En dat zit in het christendom en in het jodendom. Van die twee zijn, dat zeg ik ook in mijn boek, je kunt ook voor het jodendom, denk ik als christen, niet spreken over een andere godsdienst. Dat is niet helemaal, dat is niet correct, hè. Ook al wil ik niet accapareren, nee, maar dat is... En vandaar ook dat het een kerk is die, als ze wil trouw zijn aan haar wortels, het is een kerk die niet onverschillig is. Niet alleen voor mensen van haar eigen kring, maar die het opneemt voor de mens als zodanig, waarin verdrukking is. Ja. Dat zit diep, hè. Ook de migratieproblematiek, de armoedeproblematiek. Ik zei het al in een vroegere uitzending, maar dat zijn dingen die regelrecht met de diepste kern van ons geloof. Onvermijdelijk worden we vandaag, gezien de God is niet meer zo evident in ons zit, onvermijdelijk zijn we veel meer verplicht om een persoonlijke keuze te maken, om een persoonlijk standpunt in te nemen, om het... Ja, ja, ja.
Dat is een grote waarde. Ja. Dus in die zin moet je zeggen, de verandering van de situatie voor de kerk, als je dat vergelijkt met de periode waarin zij culturele religie was, ja, dan waren je christen. Je kon dan nog wel een persoonlijke overtuiging hebben, maar enfin, je dacht, je voelde, je handelde, omdat het christendom niet eenmaal tot je cultuur behoorde. Ja. Ik wil daar ook niet negatief over spreken, over het cultuurchristendom, want er zijn in het verleden ook, op grond daarvan, veel mooie dingen gebeurd. Maar op zich genomen is het geloof een persoonlijke. Mm-hmm. Een persoonlijk antwoord aan God, een persoonlijke keuze. En dat komt vandaag veel sterker tot uiting. Men moet geen schrik hebben van een cultuur waar de vrijheid centraal staat. Zij staat evenzeer centraal in het christelijk geloof. Sommigen hebben daar ook binnen de kerk moeite mee. Ja. Dat de geloofshouding een heel persoonlijke, en ze noemen dat dan, ja, dat wordt subjectivistisch en dat wordt... Ja, ja, ja. En we voelen dat heel goed in de samenleving, in onze christelijke cultuur ook, dat er mensen zijn die een tendens willen doordrukken van een strikte beleving van een gehoorzaamheid. Van, ja, ja, ja. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, ik zie dat bijvoorbeeld in de 19e eeuw. Hè. Daar is in de 19e eeuw een zekere verharding binnen de kerk. En een tendens die al bezig was vanaf het Concilie van Trente. Maar een verharding en een roep om centralisering om de zaken. En dat was eigenlijk, dat kaderde in een kerk die schrik had van de veranderde samenleving en die zich terugtrok en die binnen de veilige muren die ze optrok, zegt, we zullen het dan zo voortdoen naast de wereld. Daar, de grote verandering van Vaticanum II. Een kerk die opnieuw probeert aggiornamento. Aggiornamento dat niet zozeer betekent, we gaan ons aanpassen aan de moderne cultuur, maar we gaan open zijn op die... Wij zijn partners, wij zijn... Wij delen in de vreugde, maar ook in de angst van de mensen van vandaag. Wij zijn een deel van die samenleving. Ja. Dat wordt een beetje de tweede conclusie. Ja. Hoe persoonlijker dat we moeten antwoorden, waarschijnlijk vallen we dus terug op een beperktere groep. Ja, 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 ja. En u zegt, de kerk van de toekomst zal kleiner zijn. Ja, ja. In welke zin kleiner? Ja, kleiner. Ja, van aantal. Van aantal? Ik vermijd een beetje het woord minderheid. Omdat, ik denk, als we het woordje minderheid, ik denk dat het sociologisch niet klopt voor onze contrijen hier. Mm-hmm. Het christendom is daarvoor nog te veel verbonden met de wortels van onze cultuur. Ze kan een minderheid worden. Mm-hmm. Ik ken de toekomst niet. De Joodse geloofsgemeenschap is een minderheid in ons land. Men kan, dat zijn 50.000-tal mensen. Ja. Je kunt dat van het christendom, maar ik zeg nog een keer, dat kan. Maar ik vermijd een beetje het woordje minderheid, omdat dat zou kunnen betekenen ook dat we een bepaald groepje zijn in de samenleving die zich eigenlijk losmaakt. Ja. Ik heb dat ooit eens gehoord van kardinaal Sacco, de patriarch van Bagdad. Ja. Er zijn verschillende christenen, dat is natuurlijk maar 1 of 2% van de bevolking. Maar hij zei dat zomaar, dat men toch op met ons als minderheid te beschouwen. Wij zijn burgers van deze samenleving. Ja, ja. Nous sommes des citoyens d'Irak. Ja. Bestaat het? Ja, ja, ja. Maar het betekent wel, wij worden een kleinere groep. Ja, ik denk dat men dat gewoon moet aanvaarden. Dat lijkt me nogal logisch, hè. Als de positie van het christendom in onze cultuur verandert en in de culturele religie is, dan kun je toch niet meer verwonderen dat niet iedereen meer christen is. Ja. Ja, dat vind je dan toch wel normaal. Hè? Ik denk niet dat dat iets is dat ons mag beangstigen. Daarmee bedoel ik ook niet, maar hoe, sommigen denken dat dan ook. Maar hoe minder, hoe beter. Want dat zit dan allemaal... dat is natuurlijk niet... Er zullen in de kerk vroeger, hè, ik denk aan de tijd van Augustinus, hij sprak over de grote kerk en daarin waren heiligen en zondaars. En ook als ze kleiner worden, daarin zullen dus heiligen en zondaars zijn. Ja. Dat vind ik niet een goed beeld van de kerk. Ze worden een minderheid, maar nu zijn het allemaal echte. Nu zijn ze allemaal perfect. Dat is niet zo. Hè. De kerk is ook altijd de gemeente. Dat is, ja, als we de liturgie vieren, dan beginnen we toch altijd eerst te zeggen, Heer, ontferm u over ons. Je ziet wel, je weet dat je moet voortdoen, maar ontferm, we zijn geen... Nee, dat is geen goede mentaliteit. Oké. Okay. Dank u, vriendelijk. Dank u. Ja. Dank u wel, beste kijkers, voor,
volgen van deze uitzending.